Niet optreden als ik aan de beurt ben, hè? Hey. Ik denk jullie dat ik alcoholist ben of zo. Ja. Wat maakt Jannes zo bijzonder? Ja, het is gewoon een heel kundig man. En echt passie voor zijn vak. Zijn humor. Zijn kennis. Soms niet makkelijk. Maar echt heel belangstellend voor de patiënten en ook voor zijn personeel, absoluut. Ik had een angst voor tandartsen gekregen vanuit de schooltandartsen gebeuren. Van, het was altijd pijn en ellende. Nou, dat is hier nooit. Als er wat is, zou hij altijd bellen of dan zal hij altijd even vragen van, nou, hey, hoe gaat het met je? Dus ja, dat maakt hem wel heel bijzonder. We zijn familie geworden, denk ik, door de jaren heen. Nu komt het erger, want ik was gelijk aan de beurt. Het is gewoon een ontzettende zachte, aardige man. Die ook echt het ook heel vervelend vindt als je pijn hebt. En je staat nog steeds te shine als tandarts. Gefeliciteerd voor met deze mijlpaal. Oh ja. Want ik weet nog dat ik toen een zenuwbehandeling kreeg. En ik was gewoon bang en deed pijn. En toen had hij ook de tranen over zijn wangen biggelen. Want hij was net begonnen, dus hij dacht van, wat krijgen we hier nou? Ik vind het heel leuk dat die mensen allemaal komen. En dat die, ondanks dat ze al jaren bij me zijn en dat ik ze soms ook wel eens pest, dat ze toch het leuk vinden om te komen. Hoeveel jaar aan de andere kant van de stad, maar ik kom altijd fietsen naar hem toe. En als ik te laat kom, kijk ik op mijn donder ook nog. Ja, het is niet alleen werken, het is ook hobby. Ik doe het voor heel veel plezier. Oh, zo is het. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes. Mooi.